Burgemeester Hubert Bruls reikte woensdagochtend kinderlintjes uit in het stadhuis aan kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd in het afgelopen jaar. 7 kinderen werden dit jaar verrast. Een van die kinderen is de 11-jarige Jits Agema. Jits moet met regelmaat naar het ziekenhuis vanwege zijn gezondheid, maar presteert het desondanks om mee te dansen in de musical On Your Feet en is aangenomen voor de vooropleiding van de Dansacademie. Ik heb een lintje gekregen omdat ik... Ik vind dat zelf ook. Dat ik goed in dansen ben en dat ik later een hele grote danser wil worden en mensen blij wil maken. Ik heb in On Your Feet gedanst, in De Gelaarste Poes. Flex Dansstudio heb ik ook gedanst. En ja, bij Artes ga ik ook nog dansen. Ik zag ineens allemaal ouders staan en ik dacht, oh, wat gebeurt hier? Ja, vond ik heel leuk. Wel een beetje spannend, maar ik vond het wel heel leuk. Ook presentator Klaas van Kruistum, die de feestelijke ochtend in het stadhuis aan elkaar praatte, was onder de indruk van de bijzondere verhalen. Ik vond het heel leuk om de kinderen naar het lintje toe te mogen praten. Het is natuurlijk eigenlijk een hele eervolle baan, want je zet mensen in het zonnetje en dan met name kinderen die het afgelopen jaar iets heel bijzonders hebben gedaan. Ik vond eigenlijk alle verhalen bijzonder. Een verhaal van een kind wat eigenlijk hier komt, de taal niet spreekt, de taal leert, de Nederlandse taal, en vervolgens ook nog van alles voor elkaar weet te krijgen, vind ik fantastisch. Maar ook een jongen die een kindje redt eigenlijk uit het water. Duidelijke instructies had gekregen van moeder, je mag niet in het water springen als je wat ziet, je moet hulp roepen. Dat ook precies doet. En als ik hem dan daarover bevraag, begint hij over een sportwedstrijd. Dus die echte heldendaad was hij eigenlijk alweer vergeten. Nou, dat zijn de echte helden.